De omstreden Nederlandse rechtsconservatieve politicus Geert Wilders is op bezoek in ons land. Hij roept de Belgen op om geen enkele asielzoeker meer binnen te laten. Wilders spreekt vanavond in het Vlaams parlement op een congres van het Vlaams Belang, een partij waar hij Europees mee samenwerkt. Omringd door veiligheidsagenten, hij krijgt onophoudelijk doodsbedreigingen in de congreszaal van het Vlaams Belang. Zijn populariteit moet hier afstralen op Vlaams Belang. Wilders Partij voor de Vrijheid haalt immers in Nederlandse peilingen tot 40%. Michel, voor jou. Is die juiste vraag? Prachtig. Ah, voilà, kijk eens. Prachtig is die. En die van jullie natuurlijk? Ja, dat is het partij. We hebben natuurlijk mooie Vlaamse liggen. Voor iedereen vindt zijn vlag het mooiste, hè? Maar stiekem vindt iedereen de Vlaamse liggen. Hij is heel mooi. Hij is ontzettend mooi. Absoluut. Wachtend op het interview, de Haagse stijl van politiek is hyperprofessioneel. Het gesprek wordt vooraf strak getimed op 15 minuten. Onderwerpen moeten op voorhand goedgekeurd worden, zoals de asielcrisis. Het Syrische gezin dat uit oorlogsgebied komt, zeer herkenbaar, oorlogsvluchteling, moet dat wel nog kunnen? Wat is de marge? Ja. Geen asielzoekers meer. En weet u, we moeten ook eerlijk praten over of het wel asielzoekers zijn. En dat zijn ze meestal niet. Weet u? En als het aantoonbaar is, een gezin dat vlucht voor een zeer acute oorlogsnoodsituatie? Ja, dat gezin wat is gevlucht uit Syrië is voordat zij in Nederland of in Vlaanderen, in België aankwamen, heeft meestal gereisd door 5, 6 landen die veilig zijn. Als het hen alleen maar ging om de veiligheid, was men gebleven in het eerste land wat veilig was. Wilders houdt niet van Brussel. De Europese Unie zetelt hier en hij wil met Nederland uit de Unie. Molenbeek is hier een gemeente en hij noemt het de Gazastrook van het Westen. Men houdt zich niet aan onze wetten, men houdt zich niet aan onze normen. En men bereidt, althans die terroristen die dat gedaan hebben en de mensen die hun geholpen hebben, bereiden aanslagen voor van Brussel zelf tot Parijs tot elders. En dat is precies wat we niet moeten hebben. Molenbeek is het voorbeeld van hoe het niet moet.